Danielle de Koning, de keurmeester als ik met de pleinief. Die geeft dat oefening, kan aanvangen. En ook Eimert van der Zwart met zijn Duitse herder kruising Kira. Begeeft zich naar de eerste persoon waar zich overgegeven heeft. En zal aanstonds aanroepen. Je ziet resoluut in dit geval op het bovenbeen. Brengt Kira, de kruising Duitse herder van Eimert van der Zwart, de helper, tot stilstand. Helper in deze Ivo Hofstede. Teken van de keurmeester wordt er op de hond de voorwerpjes gegooid om te kijken of de hond de bewaken opgeeft. Dat gebeurt niet. En ook hier commando. Loslaten is gegeven, niet bij te bewaken wordt door de keurmeesters ter plekke beoordeeld. Heel aandachtig met volle overgave, u ziet het zelf. U ziet echt de tophonden van de KNPV natuurlijk een enkeling daar gelaten die er vandaag niet is, maar die hebben zich in het voortraject niet kunnen kwalificeren voor deelname aan deze wedstrijd. Maar toch kunnen we constateren dat het dressuurniveau van bijzonder hoog gehalte is, KNPV waardig. Zoals KNPV ook wereldberoemd is. Met dit programma en met deze sportonderdelen. Het programma gaat natuurlijk voort. De leider doet de helpers verwijzen, doet ze sommeren, de zak op de rug. Die kant gaan we op, nergens anders heen. Natuurlijk de afstand welke benodigd is, in het oog houden. Twee helpers zijn op transport gesteld. Halt houden. De twee helpers, de twee verdachte personen worden overgelaten aan de hond, welke die twee moet bewaken. Terwijl de geleider de gemaakte buit en het bewijsgroenstuk in dit geval het pistool doet afdragen. Uit het zicht begeven, zodat ook het bewaken daadwerkelijk gekeurd kan worden. En ook hier mogen we staan uit dat Eimert van der Zwart met zijn Duitse herder Kira, welke overigens